Eva wil weten wat een allergie is en hoe het werkt in je lijf als je allergisch bent. Nou, Eva, dit is een heel groot, moeilijk onderwerp. Er zijn zelfs dokters die specialiseren zich op het gebied van allergieën. En die heten allergologen. Maar ik ga nu proberen het hele grote onderwerp allergie samen te vatten en heel simpel uit te leggen. Want een allergie is eigenlijk een overdreven reactie van je afweersysteem tegen een stofje wat eigenlijk onschuldig is. Bijvoorbeeld piepkleine eiwitjes van kattenharen of van hondenharen. Of piepkleine stofjes die uit de bomen komen waaien. Of piepkleine stofjes of eiwitjes uit het gras bijvoorbeeld, of uit de tuin. Waar je lijf eigenlijk heel overdreven en veel te heftig op reageert. Dan spreek je van een allergie. En dat kan zich laten zien in je lijf door bijvoorbeeld rode plekken die jeuken. Eczeem. Wat ook kan is dat je een astma-aanval krijgt. Dat hoort namelijk ook bij het hele grote onderwerp allergie, astma. Dat is eigenlijk een allergie die van binnen zit. Je luchtpijp die vernauwt zich dan helemaal, die zwelt op en er komt allemaal slijm vrij. Allemaal heftige, super overdreven reactie van het afweersysteem van je lijf op iets wat eigenlijk onschuldig is. Maar ja, het afweersysteem heeft zichzelf dan in het verleden getraind om een heftige aanval in te zetten op die kleine stofjes die dus eigenlijk onschuldig zijn. In TopDocs hebben we een keer een aflevering besteed aan allergieën. Dus kijk even terug in Uitzending Gemist naar de aflevering over allergie. Doei doei, succes!